koploper Ajax tegen de nummer 3 op de ranglijst, Heerenveen. 3 wedstrijden voor het einde van de competitie, van de play-offs. Wordt het een korte corner of niet? Kort en dan Kaagman. Kaagman met de voorzet, tweede paal. Kopbal en bijna een eigen doelpunt, maar Venema op tijd erbij. Even paniek in de achterhoede. Van Dongen kijkt nog even goed. Daar komt de aanloop. Van Dongen, Van Dongen, scherp. Van Dongen op het dak van het doel. Maar Venema zag het gebeuren. Zeeman. Hoog. Kopbal van Lunteren. Nee, van Lunteren. Daar zat veel meer in. 3 minuten te gaan in de eerste helft. Inessa Kaagman had gehoopt op Van der Biggelaar. Maar die hield zich in. En Nihom, zichtelijk teleurgesteld, de trainer van Ajax. Gaat er een andere wind waaien in de tweede helft? En Sjaak Zwart moedigt de ploeg nog een keertje aan. En Soraya Verhoeven komt in het veld. Eerste wissel dus, Oudemast naar de kant. Dan Ajax met Verhoeven. Soraya Verhoeven. Heeft een mooi voorzet in haar benen. Net als Kaagman. Kaagman, voorzet van Lunteren. Van Lunteren, goede aanname. Legt de bal klaar. Dan Zeeman met een schot en een doelpunt. Kelly Zeeman. Wat een belangrijke treffer. 61ste minuut. En Benno Nihom. Kijk die ontlading bij de trainer van Ajax. Wat een opluchting. Bij Kelly Zeeman. Bij de hele ploeg. Het broodnodige doelpunt. Goeie voorzet. En Van Lunteren met het overzicht. Zeeman met links. Onhoudbaar voor Venema. En Ajax leidt met 1-0. De tussenstand bij PEC tegen FC Twente. Daar staat het 2-1 voor Zwolle. Ajax voorsprong. Twente op achterstand. Als we dan gaan rekenen en het zou zo blijven, dan wordt de voorsprong van Ajax 5 punten met nog 2 wedstrijden te gaan. En een beter doelsaldo. Kopbal en net over. De voorzet van Linnenbakker en de kopbal van Desiree van Lunteren. Kaagman. Hoge bal op Van Lunteren. Venema in de fout. En dan Van Lunteren. Van Lunteren, ja, die scoort. Desiree van Lunteren reageert als snelste. En scoort daar de 2-0. En opnieuw is de opluchting groot. Van Lunteren. Weer belangrijk voor Ajax. Daar het kopduel. Venema verliest en Van Lunteren staat als eerste op en scoort. Lot wacht te lang en Van Biggelaar neemt over. Van Biggelaar met de kans. Marjolein van de Biggelaar, 3-0. Goed gedaan van de Biggelaar. Zeer attent. En de buit is definitief binnen. Van de Biggelaar wordt daar gehuldigd voor haar bijdrage aan de overwinning die er aan zit te komen. 3-4 is inmiddels de stand. Twente geeft nog even gas in de slotfase. En dan zit de wedstrijd erop en wint Ajax na een hele moeizame wedstrijd toch met 3-0. Twente wint na een 3-2 achterstand met 3-5 bij Zwolle. Dus krijgen we maandag de absolute topper in de beslissende fase van de play-offs. Twente vrouwen, Ajax vrouwen. En die wedstrijd kan heel belangrijk zijn bij de uiteindelijke beslissing wie er kampioen van Nederland wordt. Ajax heeft nog de beste papieren met 2 punten voorsprong. Met nog 2 wedstrijden te gaan. Maandagmiddag 2:30, Twente vrouwen, Ajax vrouwen.
we hebben het zelf in eigen hand. En we moeten gewoon de volgende wedstrijd weer winnen. Het wordt heel spannend, mannig. Ja, elke wedstrijd is spannend. Deze was ook spannend. Maar we moeten gewoon doen waar we goed in zijn. We moeten vrijuit voetballen. En ja, dat is ook, dat blijft de boodschap de komende week. Heb je nog wat meegekregen van de tussenstanden in Zwolle? Ja, hou erover op alsjeblieft. Ja, ze stonden 3 keer voor. Maar goed, je weet, Twente is pas na 90 minuten verslagen. En het is ook een kwaliteit dat ze hem toch nog winnen. Nou ja, aan de andere kant was ook wel te verwachten. Allebei ons plicht gedaan en maandag gaan we het zien. Dat is toch het mooiste wat er is. Ik bedoel, ja, alles of niet, tenminste, staat alles op het spel maandag. En nou, dat weten we. We hebben onze plicht gedaan, dat vind ik knap. En nu gaan we voorbereiden op maandag en de opdracht is eigenlijk heel simpel.